Nu, over de impact van die crisis op u en uw collega's. Deze week nog cijfers van Horeca Vlaanderen. Die zeggen dat 46%, dus ja, quasi de helft van de horecaondernemers, stilaan vreest binnen 2 maanden de boeken dicht te moeten doen. Dat is een heel dramatisch cijfer. Is het bij u even erg gesteld of ziet u bij collega's inderdaad dat het water al helemaal aan de lippen staat? Goh, ik denk dat in januari van 2020 kreeg ik een rapport binnen van McKinsey die internationaal voorspelde dat 30% van de sector zou sneuvelen. Ik heb dat altijd vastgehouden als een soort van houvast van kijk, we moeten ons hier door sleuren. En ik denk dat, dat een deel van de sector gaat verdwijnen, jammer genoeg. En ik denk dat die 30%, dat niet zo ver zal afzitten. Dat is ook inderdaad wel het gevoel een beetje dat ik heb als ik zo rondom mij kijk, rondom mij luister, dat er nog... er zullen helaas nog heel veel ondernemers sneuvelen. En dat is doodzonde natuurlijk, hè.